Als eerste club in Nederland is FC Twente begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En de lach is terug op de gezichten. Een groot contrast met het einde van vorig seizoen, toen Twente kelderde naar de zesde plaats in de Eredivisie en in de play-offs werd uitgeschakeld door RKC. The last few weeks were horrendous for us. Was torture. Season to end was a relief. Ik ben vrij snel op vakantie gegaan. Je wilt het zo snel mogelijk vergeten. Natuurlijk denk je daar nog wel eens aan terug. Maar ja, het is iets wat achter me ligt. En dat was met het kampioenschap eigenlijk ook zo. Was ik ook vrij snel kwijt. En dat is met dit ook eigenlijk zo. Kortom, er gaat een dikke streep onder het verleden. Ook bij de supporters. Want de enige vragen gaan nu nog over het vakantieweer van McLaren. English weather. Hey. Sunshine. Sunshine. Ja, ja. Veel nieuwe aanwinsten ontbraken nog. Schilder, Gutierrez, Tadic en Bjelland melden zich later in Enschede. Twee nieuwelingen waren er al wel. Tim Breukers, overgekomen van Heracles Almelo, en Edward Giazi van De Graafschap. En er zou nog wat bij kunnen komen. We may change one or two things around. I still think there's... Many interesting things will happen, as always, in the transfer window. But what I can say is the players we've brought in are very, very good. Brought more balance to the squad. And we don't want to lose our best players. If we keep them, then I'll be very satisfied. Een van die spelers is Luc de Jong. Hij was mee naar het EK en krijgt nu vakantie. Hij en andere internationals ontbreken daardoor tijdens de eerste Europese wedstrijden. Want dankzij de Fair Play prijs van vorig seizoen mag FC Twente over 17 dagen al aan de bak in de allereerste voorronde. That will be interesting how we handle that. Interesting because we have players away, been playing international football, so we have to deal with that. And in 2.5 weeks we have our first game, so it's early. But hopefully we can get into rhythm quickly. Kijk, we stromen natuurlijk in de allereerste voorronde van de Europa League in. En daarvoor spelen we geloof ik nog 3-4 wedstrijden tegen amateurs. Nou ja, die eerste voorronde van de Europa League moet je natuurlijk wel doorgaan. Dat zijn natuurlijk niet de beste tegenstanders die er zijn. Dus ja, je speelt het wel langzaam opbouwen. Alleen je speelt iets eerder om een serieuze duel te zijn. Niet tegen Hengelo's selectie 4 keer. Toch wordt er nog een paar keer tegen amateurs geoefend. Zaterdag is de eerste oefenpot van het nieuwe FC Twente in en tegen Enter.